iedereen, vandaag hebben we weer eens een shoplog voor jullie. Volgens mij is het alweer eventjes geleden en we hebben gewoon de laatste tijd wat leuke dingetjes weer geshopt en binnengekregen. Dus die hebben we allemaal voor jullie verzameld. Liggen hier bij ons op de grond en die gaan we jullie laten zien. Ik begin met de webshop Lofies en ik heb hier deze top besteld. Ik vind hem heel erg leuk omdat hij gewoon super simpel is. En de zijkant van die rouges, waardoor hij toch weer wat vrolijker, speelser, specialer wordt. En hij is eigenlijk voor de rest heel erg basic, maar ik vind hem heel erg chill. En ik heb gekozen voor een superleuk wit jurkje. En hij heeft een soort van crochet print, hoe noem je dat? Een crochet jurkje is het eigenlijk. Met daaronder zit dan nog een gewoon stofje, zodat hij niet helemaal doorschijnt. En de bandjes zijn heel erg schattig, die kan je echt zo knopen. Die zijn een beetje elastiekerig, dus dat zit wel heel erg lekker. En aan de onderkant loopt hij ietsje uit. Dus het is wel een heel leuk, perfect zomerjurkje. En deze vind ik wel heel erg leuk. Echt iets wat ik nog niet had liggen in de kast. Dan heb ik hier nog een klein rugzakje. Deze heeft een hele leuke geweven bovenkant. Ik vind het wel heel erg tof. En gewoon verder van zwart nepleer. En er zitten allemaal vakjes in. Die zijn heel erg handig. Dus hiervoor heb je een klein vakje. Bovendien heb je nog een vakje met middenin nog een vakje. Oh, aan de zijkant zit hier ook nog iets. Ik zou niet weten wat je daar... Het is perfect voor kauwgom en bonnetjes. Ja, past niet helemaal hoor, op zich. Ik zat eigenlijk te denken van misschien is deze leuk voor uitgaan. Dat ik rugzakjes altijd heel erg makkelijk vind. Hij is op zich een klein beetje bulky, maar... Ja, ik vind dat wel altijd heel erg handig. Ja, voor citytripjes is die ook wel Ja, is ook wel ideaal. Dan hoef je niet met zo'n hele grote rugzak rond te lopen. En er past een camera in, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, inderdaad. En ik heb nog een jurkje. Deze heb je misschien al een keer gezien eerder bij Tara. Want Tara heeft deze ook. En ik vond hem haar zo leuk staan dat ik iets had van... Oh, ik wil hem eigenlijk ook. En het is dus echt een soort van A-lijn jurkje. In een soort van denim-achtige stof met open schoudertjes en van die bloemetjes die erop zitten. En zij combineerden hem heel leuk met witte alsters uit mijn hoofd. Ja, dat vond ik wel. En dat vond ik gewoon heel erg tof staan. Dus ik had iets van... Hij is echt super chill. Ja, mijn vriend vindt eigenlijk een beetje een oma-jurk. Echt? Wat waar zijn moeder of zo in zou gaan lopen met van die slippers. Maar ik zei, nee, het is wel echt heel erg leuk met gympies eronder. En dan is het echt zo'n aangooi Het is juist lekker casual. Ja, precies. Dus ik dacht, dat is wel echt super lekker tijdens die warme dagen. Dus dat is deze. Lijkt op een oma. Nou, oké, ik had hem wel aan met de knot in en dan van die slides. En toen dacht ik, en toen wachtte ik zo een beetje rond. Het is wel, ik kan me iets van aankijken. Ik snap echt wat je bedoelt. Ja. Heb ik hier nog een wit topje. Het is een beetje een gladde, satijnachtige stof. Heel, of ga ik nu weer de fout in? Is het eigenlijk zijde? Vorige keer zei ik het verkeerd. Ik weet niet meer wat het nou is. Satijn-ish stofje. Oké, in ieder geval, hij is glad. En ik vond hem wel heel erg chill. Want dit is zo'n perfect topje die je kan aandoen op een shortje, maar ook op een flared pants. En dan float hij gewoon lekker mee in de flowiness van de rest van je outfit. Mm-hmm. En dan, ja, ik weet niet. Het past er gewoon heel goed bij, dit soort tops. En dan hoef je ook niet, het zit niet heel strak. Dus je kan gewoon lekker eten, zitten hoe je wil. Het zit er toch al overheen, dus je hebt geen food baby die je hoeft te verbergen. Ja, je kan hem inderdaad gewoon updressen en downdressen. En bij Lofies heb ik ook nog deze sandalen besteld. Ze hebben een platform of een flatform, hoe noemen we dat? Ja, volgens mij zijn dit platforms, omdat ze geen platform, hakken omdat hij inderdaad gewoon recht loopt. En ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk, want het geeft je wel echt veel meer hoogte. Ik ben meteen een stuk langer. Ze lopen gewoon super comfortabel, want er zit een soort van... Goed opstaand randje. Ja. Goed vet. Ze lopen gewoon heel erg lekker. En dit nepleer is ook best wel bouncy of zo. Dus het is best wel comfortabel om in te lopen. Het enige is dat er een klein stukje van het riet, of hoe moet ik het noemen? Touw is een klein beetje losgelaten tijdens de warme dagen. Misschien dat het vanwege de warmte dat die lijm een beetje is gaan smelten. Maar het was ook weer zo gefixt. Dus ze zijn nu weer gewoon goed. Ik heb hier trouwens nog een Outfit of the Day post van online gezet op endlessweekend.nl. Die vind je in de beschrijving. De afgelopen tijd ben ik ook nog op zoek geweest... Waarom heb ik dit al in mijn hand? De afgelopen tijd ben ik ook nog op zoek geweest naar een nieuwe bikini. En ik heb echt natuurlijk bij H&M gekeken. Want volgens mij shopt iedereen daar voor zijn bikinis. Op ASOS heb ik gekeken. Maar ik ben uiteindelijk geslaagd bij Hollister. En daar heb ik namelijk een high-waisted bikini gevonden. Die ik heel erg mooi en ook goed vond aanvoelen. Dus dit is het broekje. Nou ja, zoals je kan zien, hij is aardig. Hij is huge. Huge, inderdaad. En wat ik wel heel erg leuk vind, wat ik heel belangrijk vond bij een high-waisted broekje, is dat hij nog wel iets van huis laat zien. Een beetje sexiness. Ja, sexiness. Dus dat vond ik wel heel erg leuk met deze zigzag open stukjes aan de zijkant. Dus dit is het broekje. En ik heb ook het topje erbij. Je had verschillende soorten topjes, maar ik heb gekozen voor deze, omdat ik dit model heel erg leuk vind. Ja. Laat het ook aan Tara even zien.
Het is een soort van triangel modelletje. En hier heeft hij dan diezelfde cut-outs dat hij weer bij het broekje past. Dus ik vond dit wel heel erg leuk. Hij is heel erg leuk. Ik vind sowieso, vind ik high-waisted bikinis wel altijd heel erg tof staan. Maar je moet wel gewoon de juiste vinden. Ja, en ik dacht gewoon van dit jaar, goh, ik wilde toch wel even een keertje kijken of dat wat voor me is. Want het bedekt toch allemaal wat meer. En daar had ik gewoon eventjes behoefte aan dit jaar, zeg maar. maar het is dus wel lastig om een goede high-waisted te vinden. Want ik had ook bij andere winkels gekeken. En dit was de enige die ook echt alles gewoon lekker strak hield. De instopt. Ja, dus dat het nog wel een beetje glad en zo werd. Dus ik vind dat een aanrader. Hij was niet heel goedkoop. Nou ja, op zich. Ja. 25 voor die en 25 voor deze. Het is wel prijzig of zo. Dus ja, je bent wel inderdaad. Voor 50 ben je wel klaar. Dus het is wel. Ja, het is wel richting prijzig, maar ik denk wel dat je er dan langer mee gaat doen. Ja, en het is gewoon een zwarte kleur, dus ik hoop dat dit gewoon even een goede is die ik gewoon volgend jaar ook nog kan aandoen. Mag wel hopen voor de 50 euro. Dus, en ik had echt even iets nieuws nodig, dus ik ben wel heel erg blij hiermee. Ik heb hem alleen nog niet gedragen, dus laat de zonvakantie maar komen. Dan kan ik hem aandoen. Nou, ik heb hier een setje met kleding die je misschien al hebt gezien op Instagram. Maar misschien heb je hem ook al gemist, want ik denk dat heel veel mensen mijn foto's ook wel missen. Dus volg eventjes @tafelbon, like een paar van mijn posts en dan kom ik weer in je feed terecht. Ja. In ieder geval, ik had daar een outfitje aan. En dat bestond uit twee delen en ik wilde hem gewoon nog heel graag even laten zien, omdat ik hem wel echt heel erg tof vind. Dit is het broekje en dit is het topje. En samen bij elkaar lijkt het net een playsuitje. En de top heeft bell sleeves, of die uitlopende mouwen. Daar ben ik de laatste tijd wel steeds meer van. Ik draag het echt al bijna non-stop. Yep. En dan ook de voorkant heeft de veters. Heeft een leuk printje en hij is knalrood. Dus hij heeft alle trends in één. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dan kan je deze gewoon losdragen op iets. Deze kan je losdragen op iets. En deze kan je zelf dragen. Dus dat vond ik wel echt heel leuk. En het lijkt ook eigenlijk, het is zeg maar een broekje, maar het lijkt ook wel weer een rokje. Ja. Dus, oh my god, het is gewoon meerdere 10.000 kledingstukken in twee stuks. Het is echt super handig. Ja. Ja. Eigenlijk wil ik wel meer setjes scoren. Dus als jij weet waar het moet zijn voor goede setjes, zeg maar echt hippe setjes. Ik heb wel vaker bij de winkels gekeken voor setjes kleding. Dat is nu altijd een succes. Maar als je weet waar het moet zijn, let me know. Ook van Ivy Raffle is dit jurkje. Het is een off-shoulder jurkje. Ik zal hem eventjes van de hanger afhalen. En deze heb ik ook op mijn Instagram account laten zien. Dus als je mij volgt, dan heb je deze ook gezien. En anders like inderdaad ook eventjes wat foto's op mijn account. @LarisseVerbon. Zelf gewoon eens zien. En nou, in ieder geval, dat is dus dit jurkje. Hij is off-shoulder. En wat ik heel erg fijn vind, is dat elastiek heel erg lekker en comfortabel is. Soms snijdt het wel eens zeg maar je arm af. Dus dat heb je helemaal niet bij deze. En hij is zeg maar semi-doorzichtig. Ik weet niet of je een klein beetje. Nee, je kan het op camera volgens mij niet zien. Maar hij is semi-doorzichtig met een soort van grappig relief printje erop. Aztec-achtig printje. Hij is vooral heel zacht. Ja, en dan heeft hij zo'n elastiek in het middel, zodat je nog wel een beetje vorm heeft. En dan loopt hij gewoon verder uit. Oh ja, en deze heeft trouwens ook van die bell sleeves. Dus wat jij het net al over had. Dat is wel echt helemaal onze ding nu. En deze is echt gewoon super chill. Echt zo'n hele makkelijke little black dress. Een little white dress. Ik ben echt een beetje in de witte dress toestand. Want ik had dus net ook al eentje van Lovis laten zien. En toen ik deze variant zag van Ivy Raffle, toen dacht ik, deze vind ik ook echt super mooi. Hij komt ook gewoon een beetje op dezelfde hoogte net boven de knie. Zeker niet te kort. En hij heeft ook weer die bell sleeves. Het is gewoon ook leuk om zo'n lekker los jurkje te hebben. En die dan heeft de combinatie met wat stoerdere boots. Ja. Weet je waar ik me echt aan doet denken? Aan Luxoflex. Luxoflex? Ja, aan Vitrage. Vitrage, oh. Een beetje, maar het is niet een negatief ding. Het, maar zeg maar een lopende Vitrage, denk ik. Nee, want hij is echt heel erg leuk. Okay. Maar het doet me er gewoon een klein beetje aan denken. Hij voelt lekker stevig aan. Ja, hij heeft ook een heel goed onderjurkje, zodat hij dus gewoon echt niet doorschijnt. Dat is echt de eerste keer dat we bij Ivy Rebel hebben besteld trouwens. Mocht je je afvragen waarom we het helemaal aan het examineren zijn. Ja, maar we zijn heel erg tevreden heel erg over. En het is namelijk de webshop opgericht door Kenza. En het is gewoon echt een prachtmeid. Dus ik vind het wel heel erg leuk dat we wat van haar webshop hebben. Maar de kwaliteit is ook wel echt heel erg fijn en vinden we zeker aan te raden. Dus hier willen we echt zeker nog wat andere items ook gaan bestellen. Dan heb ik nog een paar zwarte booties. En ik was al heel lang op zoek eigenlijk weer naar mooie zwarte laarzen. Want ik heb er wel heel veel in mijn kast zitten. Maar dat zijn echt van die winterse boots die ik al heel erg heb gedragen. En die hebben vaak allemaal een hak. Nou, deze heeft ook een klein beetje een hak, maar is klein. En het leek mij heel erg leuk om deze ook juist in het voorjaar te dragen. Onder van die jurkjes die Larissa bijvoorbeeld liet zien. Die heb ik ook allemaal in de kast liggen. Dat is gewoon leuk om daarmee te combineren. Of onder shortjes of gewoon onder een lange broek. Kan ook gewoon.
In ieder geval, deze zijn van het merk Toral. En dat zijn echt een beetje van die western boots. Ik denk dat ik ze... Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik ze een beetje heb gekozen omdat jij ze ook heel erg leuk vond. Ja, ik vind ze echt zeg maar, als er eens iets vet vindt, dan moet ik eerst even nadenken. En dan denk ik ineens, oké, dat is wel echt heel cool. En ik vond ze heel vet, want ze hebben een heel mooi detail op de neus. En dan hebben ze hier wat van die studs. En voor de rest is hij gewoon heel simpel. En hij loopt ook vrij snel uit. Waardoor die gewoon comfortabel is voor mij. Ja, ik vind ze echt heel tof. Deze schoenen heb ik besteld in de webshop van Assem. En daar vind je ook allemaal andere soorten merken. Schoenen en soorten schoenen. Echt van alles en nog wat. En dan zou ik het merk Toral. En ze hebben echt hele mooie laarsjes. Want toen kom ik aan bij mijn paar. Dit is ook een paar van Toral. En ik vind ze echt super te gek. Ze zijn dus ook van die zwarte enkellaarsjes. En hebben ze van die buckles aan de voorkant. Ook van die studs. En deze zijn dan zilverkleurig. En een ritsje hebben ze. En ook zo'n klein hakje. Dus wel een knock-off van de Chloe Boots. Maar ja, dat geld heb ik gewoon totaal niet liggen. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor deze. En ik vind deze ook echt wel te gek. Ik heb ze al gedragen met de ripped jeans. En ik ben ze ook inderdaad van plan om ook onder shortjes en jurkjes te dragen. En ja, deze vind ik ook echt heel erg tof. Je ziet al wel dat ze echt gedragen worden. En zo, ja, dat zie je ook een beetje. En vind ik helemaal niet erg. Want hoe meer afgedragen ze worden, hoe beter vind ik bij dit soort schoenen. Dus ja, dit merk vind ik wel echt heel erg tof nu gewoon. Dat is wel echt onze stijl. Lekker stoer. Ja, lekker een beetje stoer. Nou, dat was hem weer. Onze spulletjes die we van de afgelopen tijd... dat was geen Nederlandse zin. Maar onze spulletjes van de afgelopen tijd... die we geshopt binnen hebben gekregen. Dus superleuk weer. En we zijn helemaal klaar voor de zomer. Gelukkig zijn die warme dagen er weer een beetje. In ieder geval, wij lopen hier nu te zweten. Ja. Maar het kan allemaal weer heel snel voorbij gaan. Nou, klaar voor de zomer wil ik nog niet zeggen. Ik denk dat ik nog niet uitgeshopt ben. Oh ja, dus misschien komen er nog wel meer shoplos. Ik ben zeg maar nog wat toe aan nog wat meer. Ja, deel eventjes in de comments of je nog meer zomershoplogs wilt zien. Dan gaan we want die gaan er waarschijnlijk wel van komen. Ja, je hebt gelijk. Ik mis nog wel wat meer jurkjes en wat meer kleur. Want ik heb toch niet heel erg meer aan mijn kleurafspraak gehouden. Wat ik trouwens ook nog eventjes wil zeggen is dat wij normaal in deze tijd altijd een budget toppers video voor jullie opnemen. Maar helaas hebben we toch in deze periode gezien dat er niet heel veel toppers waren die we echt het moeite waard vonden om met jullie te delen. We hebben zeg maar wel echt gekeken, maar het waren dingen die we al hadden gedeeld. Zoals van die opblaaspizza's en donuts en zo. Of het sprak ons gewoon niet heel erg aan. Dus vandaar dat hij deze maand dan eventjes mist. Wellicht hebben we volgende maand meer geluk. Ja, precies. Want we willen gewoon echt alleen de toppers met jullie delen en niet gewoon... En niet floppers. Ja, floppers en crap op mijn video te vullen. Dat is gewoon niet ons ding. We willen jullie alleen maar gaan voorschotelen met gewoon goeie shit. Goeie shit. Dus ja, dat was hem weer. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En druk op die abonneerknop. Heb je nog niet een YouTube kanaal? Maak er gewoon eentje aan. Zorg ervoor dat je gewoon lekker abonneert op ons kanaal. Knop. We moeten die 100k gewoon echt bereiken, jongens. Druk op die knop. We kunnen het echt niet zonder jullie hulp. Dus alsjeblieft, help ons naar die 100k. En dan gaan we gewoon iets super vets doen. Ik weet nog niet wat, maar we gaan sowieso iets tofs doen om natuurlijk te vieren tegen die tijd. En dat hebben we natuurlijk alleen maar aan jullie te danken. Dus klik, 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 klik. En vergeet natuurlijk niet een comment achter te laten. We vinden het altijd heel erg gezellig om te lezen. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.